Nou, kijk eens wat ik tegenkwam. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Hallo lieve vrienden, een hele fijne zondagmiddag gewenst. En welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is dus vandaag, zoals ik al zei, is zondag de 25e. Het is vandaag ook tevens 4,5 jaar geleden dat mijn mannetje heen is gegaan. En het is 13:57. Dus ja, tijd om er weer eens even lekker vandoor te gaan met mijn meisjes. Eventjes weer een blokje lopen. Oh, gaat er één eten. Nou ja, ook goed. Ja, wat jij wilt, meid. Ja, dat is Elwing. Nou, en Rijka die staat hier. Ja, en ik moet mijn statief proberen te slopen en eventjes op een andere manier weer in elkaar zien te zetten. Want gelijk dat ik hem binnenkreeg, toen zei ik al tegen Karin van dit is niet goed. Want op de foto staat het heel anders afgebeeld. Het pootje, het gewicht hangt naar achteren. Maar het pootje die achter moet staan, het staat voor. Dus ja, het moet gedraaid worden. Maar moet ik eerst denk ik wel schroefjes los krijgen, want zo wil het niet. Nee, ik heb al geprobeerd en dat gaat niet. Zijn jullie maf? Ja. Dus daar ga ik ook vandaag naar kijken hoe dat moet. Nou ja, en gisteren heb ik een leuke sticker gekregen. Die wil ik op mijn booster zien te plakken, maar dan moet ik eerst mijn booster schoon hebben. En het is nou vreemd weer, want we hebben regen gehad en nu schijnt de zon weer. Het is benauwd, het is warm, ja, noem maar op. Er heeft er een eentje aan mijn deur gezeten. Ja, ik was er vanochtend niet. Ja, ik was er wel, maar ik lag nog. Maar ja, ik zie dat er eentje aangebeld heeft. Nou, die heeft dan pech. Ja. Ja. Simpel, ik ben er om die tijd niet. Nee. Ik zat er ook niet bij natuurlijk hoe laat het was. Want ja, ik heb er een hekel aan. Laat ze dan even bellen van, is het goed dat ik kom? Dan weet ik dat. Want ik kan ook andere dingen hebben, weet je. Ik kan inderdaad weg geweest zijn naar de kerk toe of wat dan ook. Ja, dus, maar oké, het komt wel goed. Ik ga gewoon lekker mijn dagje verder door en met mijn meisjes even aan de wandel. Die zijn al een beetje gek aan het doen. Hé, dames? Jo. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en geniet met ons samen mee. En schiet niet in de lach. Ja, ofwel, moet je het jullie weten. Als het leuk is, kan je lachen. Ja. Hé. Rijk aan Elwing. Tjonge, nog een doel. De haren vliegen weer in de rondte. Ik ga straks weer vegen. Maar oké, morgen komt ook daar zal ik hulp weer. Dus ja. En ik moet bellen, ook voor andere huishoudelijke hulp, omdat deze stichting, of hoe het ook mag heten, dat bedrijf is gewoon niet goed meer. Want ik bedoel, de goede mensen lopen weg, die lopen allemaal naar een ander bedrijf toe, waar het beter is. Dus ja, dat is dan niet goed, hè. En dan krijg jij de slechte rikken die wel blijven hangen, van ja, het verdient toch, weet je, maar die zijn dan ook niet goed. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Kijk eens wat ik tegenkwam. Is dat niet lief? Ja. Oh, dan ben ik, oh daar. Nou, ik ben ingezoomd. Lieve. Zo lief. Echt wel. En daar weer iets. Meer koetjes. Hup, die duikt eronder. Zo mooi. Ja, moeder is natuurlijk kan mooi zijn. Maar zo licht als jullie weten.
kan het ook een ramp wezen. Ja, lieve vrienden, daar ligt er heerlijk eentje daar te slapen. En waar Rijka is, weet ik niet. Maar die zal wel buiten huizen. Of onder de eethoek, dat kan ook nog onder de eethoek. Nou ja, dat kunnen jullie niet zien. Maar ik heb gezellig, heel gezellig, lief bezoek hier. Ja, en dat is onze surrogaatzusje. Wil, en Wilma wil ik zeggen. Ja hoor, Marianne. Ja, dus ja, Wilma is van de week geweest. Gisteren is Mario met haar nichtje geweest. Ja, en dan kan ik niet 1, 2, 3 filmen. En nou is Marianne weer hier. Dus ja, helemaal leuk en gezellig, of niet dan? Zeker weten. Altijd natuurlijk, hè? Ja, daarom. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie avond. Hoe laat leven wij eigenlijk, weet ik niet eens. Kwart over vijf. Ik ga zo weer naar huis. Dus het is namiddag en Marianne gaat zo weer naar huis, want die moet eten klaarmaken, want haar lieftallige zoon komt te eten. Ja. Dus ja, daar moet ze ook wel weer voor zorgen. En daar hebben we dan Rijka. Ja, die vandaag de kop verkeerd op de romp had. Oftewel, die luisterde voor geen meter. Nee, echt stout doen vandaag. Maar ja, komt goed, lieve vriend. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Dan komt alles weer goed. Nou, lieve vriend, ik ben net met de dames weer thuis. Die is alweer naar buiten. Ik heb mijn rollator daar maar even geparkeerd. Want kan al, want die is binnen. En die blijft maar even binnen. Want er komt toch een schip met zure appel aan. Tenminste, dat zou mijn moedertje zeggen. Hele donkere blauw-grijze lucht. Terwijl het aan de andere kant nog prachtig mooi weer is. Maar ook mijn telefoon, die zei het. Dat er een hele grote, dikke, vette bui aan komt. Dus ja. We zullen het beleven. Ja, het kan elk moment gaan regenen. Dus we wachten het af. Want deze dames, ik noem bloeiende planten altijd dames. En geen bloeiende planten noem ik heren. Ja. Dus ja, dat behoort allemaal te bloeien. Ik moet knopjes eruit halen. Dat heet waakzaam. Hè, Rijka? Rijka, waakzaam, hè? Ja. Maar ja, dat noem ik dus dames, die plantjes. Deze behoort ook te bloeien, dat zien jullie wel. Allemaal dode knopjes, moet ik er eigenlijk ook uithalen. Dat is, ja, dat moet er ook nog eigenlijk uit, maar... Daar heb ik allemaal niet echt verstand van. Maar dat is lavendel. En dan heb ik daar ook een heleboel lavendel. Echt heel mooi. Er zit een beest op. En nu zit hij op een andere. Even zoeken. Daar. Mooi, hè? Dan zeg ik, de natuur kan mooi wezen, maar het kan ook zo erg zijn. Dus ja, dat is bijzonder mooi, toch? Of niet dan? En die zijn we aan het gek doen. En dat met die warmte, terwijl het warm en benauwd is. Hè, dames? Ga jij daaruit? Dat weet je. Dat wil vrouwtje niet hebben. Gaat goed daar, onder de tafel. Ja, ja. Nee, als het mijn droom is vervuld,
Dan moet die picknick set ook even opgeknapt worden. En die wil ik dan daar hebben staan. Ja. En die pergola, die wil ik ook opgeknapt hebben. Maar hoe dat allemaal moet, nou, dat komt allemaal hopelijk TIZT wel goed. Dat gaat dus weg. De buizen, frame en het gaas, dat gaat naar Meri toe. Sorry, dat was mijn duim. Dus ja, die buizen en dat gaas dat daar ligt. Wat op de stoelen ligt. En die rekken die daar staan, gaan naar Meri toe. Ja, ja. Nou, de hondjes zijn naar binnen gegaan. Oh, hier is er één. En daar is er één. Nou, gaan we maar weer naar binnen, hè? Ja. Of niet dan, Elwin? Hey. Ja, en dan moet ik daarvoor sparen, hè? En dat duurt heel erg lang. Dus ik denk dat ik dat gedeelte sowieso moet maken uit nood. Ja, en dit, ja, dat moet voorlopig zo blijven. Maar daar komt ook het beton ook al onderdoor. Hier zie ik nou tot mijn verbazing. Dat had ik nog niet gezien. Zie ik nou pas. Dus ja, daar staan mijn wielen. En ja, je voeten, dat gaat toch ook slijten, zoals jullie zien. Zo. Ja, ik weet het niet. Dit is troep geweest. Het behoort PVC te zijn. En ik heb gehoord, al zal je het op een betonnen vloer plakken, moet het mooi blijven en goed blijven. Maar ja, deze betonnen vloer had geëgaliseerd moeten worden door de woningbouw. En dat is niet gedaan. Nee. Dus ja, zo van die doende. Hé dames? Ja nou? We wensen jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan! Life begins at the end of a broken heart. Take a chance at it and you'll find your apart. Look ahead and